De naam Lady Lynn and Her Magnificent Seven betekent op zich niet zoveel. Het is gewoon, Lady Lynn komt van mijn vroegere hiphopgroep waar ik in zong. En de rapper die noemde mij altijd Lady Lynn, een beetje als een soort grap om mij een Amerikaanse naam te geven. De Magnificent Seven is gewoon omdat ze met zeven zijn, de muzikanten. En we hebben onze naam een beetje gebaseerd op de oude big bands. Zoals Duke Ellington en his orchestra, Count Basie en his orchestra, Lady Lynn en her Magnificent Seven. Mijn naam Lady geeft mij niet echt een gezag over de andere mensen. Dus eerder gewoon een titel. Wat dat mij wel gezag geeft, is natuurlijk het feit dat ik gewoon de liedjes schrijf. En dat ik wel weet wat ik wil. En daardoor, daardoor heb je sowieso een gezag. Omdat degene die de nummers maakt, heeft meestal wel de leiding. Dus eigenlijk schrijf ik alle nummers en ook de arrangementen. Dan repeteren we allemaal samen. Het is niet dat zij dan apart repeteren, maar soms wel. Soms repeteren de blazers samen. Ook de ritmesectie, dus de drum, de bas en de piano. Zij zoeken ook vaak andere... zij bewerken de songs zeker. En de blazers passen ook de arrangementen vaak aan. Dus eigenlijk werken wij allemaal een beetje samen. Mijn passie voor muziek is al ontstaan sinds ik heel klein was. Mijn ouders legden altijd muziek op, de radio stond altijd aan. Mijn grootvader had een piano en een orgel, een klarinet. Dus ik was altijd heel omringd door muziek in feite. En dan ben ik beginnen tokkelen op die piano en zo is dat ontstaan. Ik speel piano sinds mijn 8 jaar. Dat was klassieke piano. En dan heb ik dat 9 jaar gedaan en als tweede instrument saxofoon. En dan op mijn 15 jaar ben ik beginnen zingen in een rockgroepje. En blijkbaar kon ik wel beter zingen dan piano spelen, want mijn leraar piano zei van oké, misschien moet je zingen. In plaats van pianist te worden, zouden misschien beter jazzzang gaan volgen op conservatorium. Want dat ligt u wel goed. Dus. En voor de rest heb ik altijd heel veel geluisterd naar muziek. En dan sinds mijn 15 dan in groepjes gespeeld, rock, vooral rock. Dan covers en dan op mijn 18 naar het conservatorium. En daar heb ik jazz leren kennen. Ik geef les op de Muziekacademie van het Gemeenschapsonderwijs in Gent. Dit jaar ga ik wel stoppen, want het is een beetje te veel. Want je moet daar namelijk wel energie in steken. En dat betekent heel veel voor mij. Ik heb dat 8 jaar gedaan ondertussen. Misschien al 10 jaar. Ik weet het eigenlijk niet meer. Maar als je les geeft, dan leer je zelf ook heel veel. Dus dat is op zich wel heel interessant. Ik geef jazzzang, dus om te leren improviseren. Ik leer de mensen improviseren, ik leer ze een beetje hun eigen stem zoeken. En dan leer je zelf ook je stem ook nog altijd ontwikkelen, technisch. Dus ook de voldoening van de leerlingen te zien vooruitgaan en dat mensen iets bijleren, dat vind ik wel heel leuk. Ik ben geboren in Sint-Amandsberg en opgegroeid in Oostakker, maar dat ligt allemaal dicht bij Gent. Ik ben altijd naar de muziekschool geweest in Oostakker en daar had ik een leraar, Rudy, die mij wel op een gegeven moment jazz heeft leren kennen. Maar het is pas op het conservatorium dat ik echt jazz heb leren kennen. Dus het is niet dat Sint-Amandsberg op zich veel invloed heeft gehad. Dat was eerder later, als ik in Gent studeerde.